Goedenavond, mijn naam is Paap Marzal. Ik ben een beetje schor. Misschien klink ik een beetje schor, maar dat komt omdat mijn penis kook en ik wilgang heb gehad. Naast mijn vriendin. Het spijkerbroek aantrekken is nu wat makkelijker. Alleen nog gelukkig had ik in het begin problemen mee. Maar toen ik onderbroeken ging dragen, ging het wat makkelijker. Die rits. Dus er kwam een schaamhaar er niet tussen. Maar voetballen, dat gaat nou ook veel beter. En over voetbal gesproken. Ik heb ooit dus met prins Valentijn, zijn naam, Valentijn, en prins Rio uit Brazil, Romario, bij VSB 1 gespeeld. En ja, ik weet niet hoe dat is gegaan vroeger, dat ben ik een beetje vergeten. Maar we hebben wel eens gewonnen. Maar het was altijd, vaak was het bal. De prinsbal kan je wel noemen. Ik, van de prins weet ik dat hij uit zijn Sloppenwijk komt. En voor de rest heb ik weet ik van de prins geen kwaad. Maar van de prinses, ja, daar heb ik het mee gedaan. Maar dat moet wel tussen de vier muren blijven. Daar kan ik Noordwijk wel op vertrouwen, toch? Ik zelf niet. We waren met z'n drieën, we hadden een driehoeksverhouding. Ik, Bakkera en Dirk. We zagen elkaar altijd één of twee keer per week. Een uurtje. Als ik er niet was, deed Dirk het met haar. En als Dirk er niet was, deed ik het met haar. En als zij er niet was, één keer in de maand, dan deed Dirk en ik het samen. Wij zijn moderne mannen, dus we geven nergens op. Maar we waren. Het komt wel eens voor dat we ook met z'n drie waren. Maar dan deed Dirk de balwerk. En dan kreeg ik de kutklusjes. Maar daar had ik ook niks op tegen. Maar waar ik wel wat tegen had, was dat die kinderen die we training gaven, voetbaltraining, die meiden, die pubers, dat er een paar bij zaten die niet goed luisterden. Of hun eigen dingen deden. Dit had ik eigenlijk willen gebruiken voor de mannen aan de bar, maar dat is nou niet nodig. Ik wou zeggen van, net als hier, maar dat is niet nodig. Vanavond, waar ik vanavond over wil hebben, is, het staat allemaal hier op een, heb ik allemaal opgeschreven, onderwerpen. Vroeger dacht men dat ik een neger was. Maar een neger, het mooiste van een neger is, als je het omdraait, krijg je regen. Dus, neger, regen. Maar, en waar hebben we allemaal een hekel aan? Aan regen. En waarom hebben we allemaal een hekel aan regen? Omdat je nat wordt van regen. Sommigen worden van een neger nat, maar dat is wel plaatselijk. Dus, als je later, van de zomer, als het mooi weer is, naar de strand gaat om bruin te worden en je ziet er neger liggen, sluit dan zachtjes met je familie, Facebook vrienden of kennissen en je gaat bovenop hem zitten. Want als ik ze omdraai, weet je wat er gebeurt, hè? En dames, niet gelijk op zijn gezicht gaan zitten. Ik had ze mogen alles van me zeggen wat ze willen. Ze mogen zeggen dat ik een neger ben, of een Turk. Maar als ze zeggen je bent een Marokkaan, dan vind ik dat minder, minder, minder. Maar, er zit een goede bij. Die handen wel apart. Bijvoorbeeld. Oh, de verkeerde. Even kijken hoor, ik had hier een foto van me. Ergens. Oh ja, hier. Ik ken jullie allemaal. Abu Talib. Hij is een voorbeeld voor autochtonen en allochtonen. En er komt natuurlijk bij dat hij burgemeester is van de club, van mijn club, Vitesse. Oh nee, ik zeg het niet. Jullie dachten allemaal aan Sparta zeggen. Nee hoor, er is maar één Kuip. En dat is in Rotterdam. En de tweede man. Een goeie man. Het is een knuffel Marokkaan.
Ali B. Iedereen kent Ali B. Ali B. Ik dacht vroeger, waar is die afkorting van Ali B? Je had natuurlijk vroeger Alibaba en de 40 rovers. Maar nu heb je ook Alibaba. Maar die 40 rovers zijn eens helemaal veranderd. Want ze komen nu niet op paarden en kamelen. Maar nu komen ze op scooters. En paarden. Oh nee, en auto's. Ik hou van al die... verhalen, Marokkanen. Maar er is één bij, één Marokkaan. En die hoort er eigenlijk niet bij. Dat is Geert Wilders. Maar die hangen we ook niet op. We hangen voor de rest van die andere goede Marokkanen, is dit als een symbool. Die hangen we hier mee. Dat vind ik niet zo erg. Vijf dagen voor dat de jaartelling begon, kwam Gabriel aangevlogen. En die zei van, oh god, ik dacht, hoe zit het met de aarde? Waarom God zei, ik heb het nog niet helemaal rond. Maar kom maar over een paar dagen terug. En als je een oerknal hoort, dan is die klaar. Even kijken hoor. Oh ja. Mensen dachten vroeger dat aarde plat was. Ze waren bang dat ze eraf zouden vallen. Maar toen kwam, tadaa, Columbus. Columbus zei, de aarde is rond. En Columbus, 1451 tot 1560. In die kwartier heeft hij ook nog Amerika ontdekt. Voordat hij Amerika een stap op Amerika's grondgebied paste, hadden de krijgers al aan het aanzien komen van het vet. Dus de twee krijgers waren er aan het spelen. Krijg je net wat krijgers zijn, hè? Wat je niet hoeft te betalen, dat zijn krijgers. Die stonden aan de kant van het water en die keken dan over het water en tuurden over het water en die zagen een stip. Zei de een krijger tegen de ander: hey, volgens mij in de verte is iets vreemds. Die heb ik nog nooit gezien. Laten we ons volk maar even waarschuwen. Dus ze trommelden al die jongens op en het hele volk kwam eraan. En de opbrouw zei: ja, wat is er aan de hand? Ze zei: moet je kijken. Dat is iets vreemds wat eraan komt. In de verte op het water. En toen zei hij, ja, dat is wel vreemd. Laten we de krijgers aan ons doen. En ons verstoppen. En als ze dan eraan komen, dan zien we wel wat het is. Dus toen Columbus voor het eerst voet aan wal zette, zat hij helemaal geen mens. Tot plots uit de struikende oproep tevoorschijn kwam. Dus oproep naar Columbus toe. Wauw. Me? Wie naartoe? Wie ben jij? Ik ben Columbus. Van, kijk je me aan, heb ik iets van jou of zo? Nee, zei Columbus, ik dacht dat dit Amerika was. Maar jij bent een Indiaan. En ik weet hoe dat voelt. Want ik heb een vriendin, die heet Diaan. En ik ben een paar keer Indiaan geweest. Maar dit, dat was in 1492. Dat kan je allemaal googlen. Iedereen heeft wel een mobieltje. Nee, wordt net gebeld. Hallo? Ja, je stoort me wel, want ik ben net bezig. Ga zeg het maar. Ja, die wil ik. Wat is er mee? Oh, die hebben zijn hand verzaagd. Ja, en mijn penis koken dan? Oh, met mijn vriendin gaat het goed. Ja, nee, maar hoe zit het met de penis koken? Oké, okay, die wil ik graag terug hebben. Ja. Hoe heet dat? Vrijwillig. Van de vrijwillige brandweer. Oké. Ik zie je later. Hoi. Dit was het, dames en heren. Ja, hartstikke bedankt voor. Op de rivals naar vorig jaar.